Marco Florijn is de beste lokale bestuurder van 2009. Dat concludeert de redactie van Binnenlands Bestuur, een weekblad en een website voor beleidsambtenaren. Florijn is voor de PvdA wethouder in Leeuwarden en heeft werk en inkomen en sport in zijn portefeuille. Lezers en redactie van Binnenlands Bestuur nomineerden eerder dit jaar bestuurders voor de titel. De criteria waren een moedig, antibureaucratisch en innovatief optreden in 2009. De 32-jarige Florijn is een moderne bestuurder die slim gebruik maakt van nieuwe media als Facebook, Twitter, Hives en LinkedIn. Als arbeidsmarktambassadeur zet hij zich op een ongewone wijze in voor werk- en stageplekken en kijkt bij problemen verder dan de eigen gemeentegrenzen. Florijn reageert verheugd op zijn uitverkiezing. Ik vind het geweldig. Ik zie het ook als een groot compliment voor mijn ambtenaren. Ik voel me vooral bestuurder van de beste stad. Het is makkelijk om bestuurder te zijn van een stad waar de ambtenaren goed zijn. De lijntjes kort en veel zaken in ontwikkeling.